Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. In het noordoosten van het land komen wat wolkenvelden voor. In het zuidwesten kan het lokaal eerst nog nevelig zijn. De nevel gaat verdwijnen en vanmiddag schijnt uiteindelijk overal de zon geregeld. Het blijft overwegend droog en de temperatuur stijgt uiteindelijk naar zo'n 24 graden in het westen tot een zomerse 27 graden in de oostelijke helft van het land. En omdat de temperatuur daar dus nog boven de 25 graden uitkomt, zal in bepaalde regio's in het oosten en noordoosten de hittegolf nog steeds voortduren. Vanavond gaat de stapelwolking geleidelijk aan verdwijnen. De temperatuur blijft nog een tijdje boven de 20 graden, maar aan het einde van de avond zakt die daaronder. En uiteindelijk komende nacht komen de minima rond een graad of 13 uit. Dan morgen overdag, dan gaat de temperatuur met een zuidelijke wind weer wat verder oplopen. Dan wordt het 25 of 26 graden in het westen tot 29 graden in het oosten van het land. Het hikt dus weer tegen de tropische waarden aan. In de loop van de dag ontstaan er flinke stapelwolken en misschien dat die lokaal uitgroeien tot een regen- of onweersbui, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het wel droog. En de dagen daarna, dan gaat het weerbeeld wel echt veranderen. De middagtemperatuur gaat weer omlaag. Op donderdag en vrijdag houdt het bij 21 tot 23 graden wel op. Op woensdag waait er een stevige zuidwestenwind en die voert ook buien over het land. Daarbij kan ook een klap onweer voorkomen. Tussen de buien door schijnt wel de zon vrij geregeld. Ook op donderdag en vrijdag een aantal buien. Ze zijn wel wat minder heftig en ook dan van tijd tot tijd zonneschijn. Kijken we dan nog tot slot naar de 15-daagse, dan zien we dat de middagtemperatuur ook op de lange termijn zo rond de 22 of 23 graden blijft liggen. Misschien een enkele dag wat hoger. In de nachten ligt het minimum veelal rond een graad of 15. En daarmee is het al met al heel normaal en goed te werken zomerweer. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.